We zijn hier met de krant bij Harmjan Danker. Harmjan is voorzitter van de voetbalvereniging Pijzen. De club die vandaag op de dag precies deze dag precies 85 jaar bestaat. Een hele rijke historie die ooit begon met een kartonnen bordje aan een boom. Harmjan Danker, vertel eens even daarover. Ja, dat wil ik best doen. Uh, wat ik uh, daar al, allemaal van heb gehoord, ik ben uiteraard, ik, of uiteraard, ik ben geen Pijzenaar, uh, ik woon hier nu 35 jaar. Maar wat ik gehoord heb van uh, leden van de voetbalvereniging Pijzen, dat 85 jaar geleden de heer Klaas Oldenburger een kartonnen bordje aan een boom spijkerde en vervolgens uh, ging wachten op een voetbalvereniging. Dat wil zeggen, hij vroeg de jongens van zijn leeftijd om mee te werken aan de voetbalvereniging. Klaas werd enorm teleurgesteld. ...want er kwam geen reactie. Er kwam totaal geen reactie. Maar ja, die jongen wilde wel graag voetballen. Samen met nog drie andere jongens van zijn leeftijd... besloten ze vervolgens om zich te melden bij hun meester. En hun meester die zei van... ...jongens, ik help you. Dus met andere woorden, de meester die zette zich volledig in... ...en die ging een vergadering bijeenroepen... ...in de school hier in Pijzen. En wat gebeurt er? Twaalf jongens melden zich aan... ...en daarmee was de voetbalvereniging Pijzen een feit... En dat is nu inmiddels 85 jaar geleden. En u bent betrokken als uh, voorzitter van de club sinds vier jaar? Ik ben sinds vier jaar ben ik betrokken weer bij de voetbalvereniging Pijzen. Daarvoor, uh, enige jaren, toen mijn zoon nog voetbalde hier bij Pijzen. Maar hij is inmiddels ook weer 35. Dus hij voetbalt niet meer. Maar daarvoor heb ik mij nog wel uh, toen ingezet voor, die, uh, voor het jeugdvoetbal hier in Pijzen. Een aantal jaren niets gedaan. Maar. Ja, na enige tijd begon het toch wel weer te kriebelen, en werd ik gevraagd of ik nog weer iets wilde gaan doen voor de voetbalvereniging. Wat is nou zo mooi aan de voetbalvereniging Pijzen? Wat zijn de karakteristieke kenmerken van de club? Ja, het is een, het is een echte gemeenschapsclub. Uh, we voelen ons allemaal één. Er is ook niemand die. Ja, ze zeggen hier: uh, de kop boven het maaiveld uitsteekt. Dat is niet zo. Het is een, een, een voetbalvereniging waar iedereen zich thuis voelt. Waar we heel veel plezier hebben met z'n allen. Waar we, ja, eigenlijk, ja, ik durf te zeggen. Bijna de hele week door pret hebben met elkaar. Zowel op het veld als ook daarnaast in de kantine. Waar ook diverse activiteiten worden ge uh, gehouden. En waar regelmatig eens een keer een kaartje wordt gelegd. Met name door de oudere leden. Die zitten daar ook enorm thuis voor. Kortom, iedereen blijft en is betrokken bij onze vereniging. Gezelligheid speelt een heel grote rol, begrijp ik. Ja, uiteraard. Gezelligheid speelt een heel grote, uh, heel grote rol. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog steeds enige ambitie. We proberen zo hoog mogelijk te spelen met ons eerste elftal, maar dat neemt niet weg dat iedereen die moet zich betrokken voelen bij deze vereniging en iedereen die moet daarin zich thuis voelen en moet met heel veel plezier deelnemen aan allerlei, allerlei activiteiten binnen de vereniging, maar zeker met het voetbal. Oké, okay, nou dat klinkt heel erg mooi. Uh, hoe gaan jullie die 85 jaar vieren? Heeft u daar al een idee van? Ja. 85 jaar, op zich hebben we gezegd al, bestuur, dat is geen lustrum. Maar we wilden daar toch niet ongemerkt aan voorbij gaan. Wij zijn gestart met een bootcamp. Dat is afgelopen donderdag heeft dat plaatsgevonden. Op donderdagmiddag is georganiseerd door... Uh, mensen die zich bezighouden hier binnen de gemeente, al binnen, de, uh, binnen het dorp, uh, met name met de fysiotherapie, die een bootcamp voor de jeugd hebben georganiseerd. We gaan vervolgens vanavond uh, voetballen tegen Nieuwbuinen, eerste klasse. Daarnaast hebben we nog een uh, FIFA-toernooi voor de oudere jeugd. En we gaan op 19, op 19 november herstel, Op 19 november hebben we een geweldige feestavond in de kantine van onze voetbalvereniging. Dus dat is niet op één dag. Jullie, uh, jullie hebben alle, alle feestjes aan elkaar geregen, begrijp ik? Ja, ik zeg al: het is een, uh, een, een vereniging waar plezier uh, met elkaar uh, hoog bovenaan staat. En wij hebben als bestuur en ook gemeend dat wij uh, moeten zorgen dat we daar zo lang mogelijk van genieten. Van deze van het 85-jarig bestaan. Ik kan me er alles bij voorstellen. Hoe laat begint de wedstrijd vanavond? De wedstrijd begint vanavond om acht uur. Uh, u, u rekent op veel mensen? Ja, ik hoop, en we rekenen natuurlijk op heel veel mensen. Want hoeveel leden heeft de club eigenlijk? De club heeft in zijn totaliteit ongeveer 500 leden, waarvan 350 spelers. Ah, oké. Okay. En heeft u nog toekomstplannen met, uh, met VV Peysen? Want 85 jaar is natuurlijk een hele, een hele lange rit. Hoe, 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 zien, hoe, zien, hoe zien de toekomstjaren eruit? Nou, de toekomstjaren, daar zijn wij uh, ook druk over bezig. Dat we zeggen van, ja, we willen het liefst natuurlijk... Weer de volgende 85 jaar ingaan. Maar zover vooruitkijken, dat lukt uiteraard niet. Maar we gaan er toch zeker vanuit dat onze club. zeker het 100-jarig bestaan gaat, zal gaan vieren. over 15 jaar. Nou, ik hoop dat u dan nog steeds betrokken bent. Ja, dat hoop ik ook. Goed, ik wens jullie heel erg veel plezier. En uh, tijdens het komende feest, 19 november dus, is iedereen bij deze uitgenodigd? Dat wil zeggen, ieder lid van de voetbalvereniging Pijs... is bij deze uitgenodigd. Oké, okay. veel succes vanavond met de oefenpot en met jullie, uh, al jullie festiviteiten. Fijn, dankjewel.